naar mijn YouTube kanaal, Steven, abonneer op mijn kanaal. Like deze video, doe zeker een duimpje omhoog. Laat een comment achter beneden in de reacties. Dit is een vlogje op mijn hoofdkanaal. Er komt ook nog een paar video's, dus er komt nog een game video op mijn gamekanaal, een game video op mijn kanaal van mijn Marceline en een game video op het kanaal van mijn Marceline, van mijn Zeno. En op deze kanaal komen er nog 3 video's, maar die andere 2 die heb ik al in de staan al klaar voor te uploaden. Dus ik moet ze alleen nog uploaden en dan zijn ze in orde, maar dat gaat even vanavond pas zijn. Waar ik het over wou hebben, dus we hebben vandaag gekregen een brief mee van school en er staat op: beste ouders, graag willen we jullie op de hoogte brengen van de nieuwe maatregelen rond corona. Deze gaan we vanaf vrijdag 1 oktober op. In bedoel ik. Niet op school, niet in de klas, dus geen mondmasker meer in de school, niet meer in de klas, niet meer op de speelplaats en niet meer in de reften. Wel nog in de schoolbus, wel in de winkel, lijnbus en openbare plekken of plaatsen. Dus eigenlijk was het super leuk, zoals jullie zien moet het niet meer. Waar ik eigenlijk super blij mee ben, want ja, ik was die mondmaskers stront en stront beu. Ik zeg het u eerlijk, ik vond het niet leuk. Dus ja. Ja. Ik vond het eigenlijk wel leuk. En ik ga nu een beetje insmeren. Want ik heb acne. Dus ik moet, ik moet een zalfje op mijn acne doen. Zoals je ziet. In ieder geval, ik hoop dat jullie de vlog leuk vonden en dankjewel voor het kijken. Ah ja, ik ga nog mijn tomatenplantjes laten zien. Dat staat ook op het thumbnail, dus dat moet ik... En dat was ik ook van plan. Ik heb gisteren, zoals jullie in de vlog hebben gezien op Marcelino zijn kanaal en mijn kanaal. Op mijn Marcelino zijn kanaal heb je gezien dat ik de tomaten geplukt heb. Zoals je ziet zijn het nu alleen nog maar groene. Hier ook. Maar ze waren eigenlijk, ik heb 2 tomaatjes kunnen eten en ik vond ze zo lekker. Ik ben blij dat ik een tomatenplant heb en ik ben echt blij dat ik zoiets kan verzorgen, want dat is eigenlijk wel super leuk. Maar in ieder geval, dan kan ik even kijken naar deze vlog en tot de volgende keer.